Ja, het wordt alweer zijn negende na Herman Vinkers en Claudia de Breijs. Het laatste woord dit jaar weer aan Joep van het Hek en zijn oudejaarsconferentie. Een vloek en een zucht. Gestrekt been? Gestrekt been, nou, zin in. Zin in de oudejaar, ja. Even het jaar doorlopen. Want ik heb op een avond van de NRC Handelsblad, volgens mij 2 maanden geleden misschien, in de Doelen in Rotterdam, was jij de slot? Een klein stukje al van de oudejaarsconferentie. Is dat gebleven, wat ik daar gezien heb? Een deel weer wel, en is weer een deel uit. Linda de Mol? Linda de Mol is eruit, ja. Waarom is Linda de Mol eruit? Niemand die weet waar het over gaat nog, maar behalve over Linda de Mol. Ja, Linda de Mol. Nee, ik vond het iets te veel eer. En het was een beetje een parodie op dat Linda's zomerweek. Ja. Dat ik een hele slechte droom had. En dat zij mij vroeg of ik in Linda's zomerweek wilde. En ik zei ja, dus dat was een hele rare droom. En dan zouden we even de vragen doornemen. En dan zei ze, je ouders zijn overleden. En dan zei ik, ja, ik ben Wees. Oh, heerlijk, zei ze. Dan gaan we daar lekker over hebben. En je broer is er ook niet meer. Ik zei, nee, ben je verdrietig over? Ik zei, ja, vind ik heel verdrietig. Oh, heerlijk, zei ze. Gaan we ook heel lang over hebben. En, welke uitzending was de aanleiding om dit te proberen? Nou, de uitzending die ik zag was met Astrid Joosten. Dat ik het echt... Ik zit vaak naar televisie te kijken en ik denk... Ik begrijp hier helemaal niets van. Mm-hmm. Echt, heel vaak begrijp ik het niet. Had ik net met Prem ook heel even. Ja. Maar in totaal, dan denk ik vaak van ja, en dat iemand dan helemaal A, leeg getrokken wordt en B, helemaal leeg loopt. Mm-hmm. En over zulke privé kwesties, dan denk ik, nou, daar zit wel een grapje in.